Welkom bij Signac Delfshaven op deze Koninginnedag. De Oranje Nassenschool draagt weer vol trots haar oude naam. En ik ben directeur van deze school, van de Oranje Nassenschool en van het spoor aan de Heer Bokelweg. Wat gebeurt er nu allemaal? We hebben besloten dat onze naam, zeg maar de oude, of onze school de oude naam weer terugkrijgt. Dat heeft twee redenen. Het schoolgebouw is een monument en de letters Oranje Nassenschool staan en stonden erop. En bovendien krijgen we een nieuwe koning, dus we vonden het een mooie gelegenheid om onze oude naam weer te gaan voeren. Ja, vandaar dit feestje. En de kinderen hebben speciale dingen gedaan? Wel natuurlijk allerlei dingen op school gedaan in de klas en met allerlei feestelijkheden bezig geweest. Ook in het kader van de kroning natuurlijk, want aanstaande vrijdag hebben we de koningsspelen. En verder hebben we nu allerlei festiviteiten, waar onder andere een voorstelling voor de kinderen binnen met een clown. En nou ja, allemaal feest vandaag en een prachtig weertje. Ah, zoek hier nog een taartje. Yes. Oh ja. Ja, dankjewel. Ja. Signac Delfshaven is voor iedereen. De nieuwe binnenweg is in de afgelopen jaren flink veranderd. Het is opgeknapt. Dankzij hard werken van de ondernemers en hulp van de gemeente is deze straat een stuk mooier en veiliger geworden. Hiervoor zijn ze genomineerd voor de Gulden Phoenix op gebied van gebiedstransformatie. Mag ik u in de eerste plaats van harte feliciteren? Nou ja, we hebben hem nog niet, maar we gaan er wel voor. Het leuke van de investeringsprijs is dat hier helpen de deelgemeente en de gemeente aan mee. Maar ook de ondernemers en de eigenaren van de panden en zo, die daar hebben daar flink hun geld in gestoken om dus de straat op te knappen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen en daarom hebben we ook aan de pandeigenaren hun gevraagd om hun betrokkenheid en om een verantwoording mee te nemen. En het is natuurlijk ook zo, de panden waren er echt zo slecht aan toe dat er ook volksgezondheidsproblemen zouden komen. Hè. We hebben wel eens gehad dat er wat naar beneden kwam van de dakgoten en dat soort dingen. Nou, dat moet je natuurlijk niet hebben als je winkelend publiek op een winkelstraat hebt. Dat er dus ineens een regengoot op je hoofd valt. Dus dat moesten we niet hebben. Dus iedereen moest echt meedoen. En dat is gelukkig gelukt. Ook dankzij de gemeente natuurlijk, die daar een mooie stok voor achter de deur hebt. Hoe hebben ze dat gedaan?
Nou ja, als je niet wil investeren om het, je pand te verbeteren, dan krijg je natuurlijk een aanschrijving. En dan ga je een heel traject natuurlijk in. Maar dan gaat het uit gemeentewegen, wordt het dan gedaan. En dan krijg je uiteindelijk toch nog de rekening. Of ja, je verkoopt het pand aan de gemeente of aan de coöperatie. En dan gaan die het uitvoeren. En ja, dat is allemaal gelukt. En daar zijn we heel blij mee. Wat bent u aan het doen? Ik ben natuursteen aan het schoonmaken. Is dat moeilijk? Nee, dat valt wel mee. De hele buurt moet opgeknapt worden. En waarom is dat? Ook vanwege, dat weet ik niet. Omdat het mooier moet worden allemaal natuurlijk. En lukt dat een beetje? Jawel. Langzaamaan. De binnenweg, is die veranderd? Sinds... Heel erg. Een klein stukje niet. Dat stukje waar we net hebben gelopen niet, maar... Zeg maar het eerste en het tweede stuk zijn ontzettend leuk en verbeterd en leuk geworden. En ik ben 7-8 jaar geleden teruggekomen hier. En toen reed ik hier echt bijna met mijn hoofd tussen het gas en het rempedaal in om hier maar heel snel door te zijn. En nu de laatste jaren vind ik het erg opgeknapt. Heeft u gemerkt dat de binnenweg in de afgelopen jaren is veranderd? Ja, inderdaad. Ja, je hebt gelijk. En is het veranderd, de nieuwe binnenweg in de afgelopen tijd? Ja, heel erg. Dit stuk is heel erg opgeknapt. Want een paar jaar terug zou je eigenlijk niet voorbij het Westerpaviljoen willen ze komen. En nu is het gewoon nog een heel eind verder wel heel erg leuk. En dat is ook de straat waar we die gerichte aanschrijving weer ontwikkelen. Gefeliciteerd met de nominatie. Ja, dank u wel. Daar zijn we ook erg trots op. Het is een landelijke prijs die voor de binnenweg van grote betekenis zou zijn. Maar het feit dat we al genomineerd zijn... Betekent al dat de aanpak van de binnenweg in het oog loopt. En nu hebben we net gezien met een groep jongeren. Wat was daar precies aan de hand? Nou ja, dat zijn bezoekersgroepen die we de laatste tijd veel meer krijgen. Mensen zijn geïnteresseerd in hoe we het hier op de binnenweg aan het doen zijn. Horen graag het verhaal van de binnenweg, zowel van de ondernemers als van de wijze waarop we het vanuit de gemeente met de stakeholders en de deelgemeente met de stakeholders hebben aangepakt. Men is geïnteresseerd in dat verhaal en dat vertellen we ook graag, want daar moeten we het ook van hebben. Op welke manier onderscheidt zich dat dan? Nou, met name door de wijze dat we het integraal aanpakken. Het alleen opknappen van stenen, dat levert geen winkelstraat op. Dat levert wel mooi opgeknapte pandjes op, maar die winkelstraat wordt juist gemaakt door de nieuwe ondernemers. En die nieuwe ondernemers hier op die binnenweg krijgen, dat is eigenlijk een beetje de kunst. Dus ja, 9 van de 10 ondernemers die zich melden, die wijzen wij ook af. Omdat we op zoek zijn naar echt mensen die de guts hebben en weten waar ze aan beginnen. Wat bedoelt u precies met de integraal aanpak? Dat is mij nog niet helemaal helder. Integrale aanpak is dat je de buitenruimte hebt aangepakt. Dat je gaat voor schoon, heel en veilig. Dat de panden opgeknapt zijn. Dat er nieuwe winkels ingekomen zijn. En dat die winkelstraat eigenlijk gewoon weer een nieuwe fase ingaat. Dus een complete aanpak eigenlijk. Ja. Super bedankt, super gefeliciteerd. Nou, dank u wel en we gaan lekker door. Drinkt u veel op Koninginnedag? Kijk dan naar Wat Praat Wat over drinken. Wat praat oké, dit oké. Wat? Nee, corrigeert u mee. Wat? Zeg taki, zang. Wat praat wat? Esket wil hedi. Zang. Wat? Wat praat? Wat? Vroeg me af of jij al had gehoord dat de tegenwoordige basisscholen al anti-alcoholles wordt gegeven op groep 6 en 7. Nou ja? Nou ja, dat is toch goed voor die kinderen, voor de jeugd. Ja, dat is zeker vroeger, die 7, de oude 5e klas in mijn tijd, ja, dat is 11 jaar. Ja, dat is heel erg slecht natuurlijk. Nee, wist ik niet. Vind je dat handig of vind je dat te vroeg? Nou, misschien is dat, ja, 6 en 7, dat is wel erg vroeg, hè? Dat vind ik wel erg vroeg, die kinderen weten amper wat het is, joh. Nou ja, alcoholvoorlichting, nou ja, ik denk dat het altijd wel gunstig is natuurlijk gewoon ook. Omdat het toch een belangrijk iets in iemands leven kan... bepalen. Dus het is tot op belangrijke kennis. Ik vind het helemaal niet goed. Dat te jong. Minimaal 20, hè? 18, 20. Nou, er zijn dus kinderen met 8, 9 jaar die dus gewoon alcohol drinken blijkt. Ja.
Dat helemaal niet goed, vind ik. Dat is niet normaal. Hoe denk je dat het komt dat tegenwoordig de jeugd met alles zoveel vroeger begint dan vroeger? Nee, ja, ik denk voor de kick, welvaart, andere gedachten, zieke gedachten. De wereld is echt ruim een beetje, ja, je kunt wel een beetje bij indenken. Vroeger deed je bijvoorbeeld als je geen vuurwerk mocht of houd je van de sigaret, ja, dat gaat steeds verder natuurlijk. Nou, het blijkt dus dat er gewoon een hoop 8, 9, 10-jarigen zijn die dus wel ons al wat hebben gedronken. Nou ja, dat is schokkend. Ja, goed, als ze een keer wat gedronken hebben, is ook niet zo heel erg. Maar als ze maar niet aan de drank gaan, hè? Ja, oké. Okay. Als het maar geen gewoonte wordt, dat ze maar bier drinken en wijn drinken en zo. Ze gaan daar veel harder, hè? Dus als ze blowen doen ze ook en drinken, dan gaan we allemaal niet samen door naar school. En dan leer je niks en dan gaat het helemaal aan de verkeerde kant natuurlijk, hè? Wat zou je doen als je je eigen kind op die leeftijd betrapt met een biertje? Wat zou je dan doen? Ik ben een vader eigenlijk. Ik moet zelf streng zijn eigenlijk. Dat mag ik gewoon niet. Maak niet op welke manier, moet het toch een beetje in de gaten houden. Wat zou je dan doen? Ja, zeggen dat hij het beter niet kan doen, want ik het liever niet heb. Zou je het wel uitleggen of zou je gewoon straf geven? Nou ja, uitleggen. Want er heb straffen voor zin. Straffen geven en... Maar denk je dat dat helpt? Ja, we moeten het toch proberen. Kan je hem niet beter een goede uitleg geven? Ja, dat doe ik ook wel. Vind je het overdreven dat ze zo vroeg beginnen met die voorlichting? Of vind je het zinvol? Als dat dus bewezen is dat ze dus op dat 11 jaar gaan doen, dan is het wel goed natuurlijk dat ze ermee... Je kan niet vroeg genoeg mee beginnen om de gevaren daar natuurlijk van duidelijk te maken. Kijk, dat ligt natuurlijk ook aan degene die de les geeft. Als je op een gegeven moment op een duidelijke manier aangeeft wat voor ellende dat kan veroorzaken, dan denk ik ook dat ze op tijd gewaarschuwd zijn. De basis ligt bij je eerste jaren. En als je dus al een hoop toelaat, vermoed ik, dan dat werkt dat door. In ieder geval is het wel anders. In Nederland het probleem is, die ouders mag niks zeggen tegen de kinderen. En kinderen veel te veel losgelaten. En dus daardoor komt die allemaal dingen eigenlijk. Dan gaan ze een blootje roken en dan doen ze dit en dat natuurlijk. Ja, het is allemaal niet zo erg als je maar wel veel te jong. En zelf nooit drinken. Maar ja. Dus het ligt in principe natuurlijk bij de ouders. Als die al wat losser geworden zijn, dat gevoel heb ik erbij. Ik kan het niet helemaal uitleggen, maar... Alles zal niet overal zo zijn, maar misschien in bepaalde delen. Ook met leefomstandigheid te maken hebben. Hoeveel kinderen van 15, 16 ken je die nog geen alcohol gedronken hebben? Dat is toch niet meer reëel in deze tijden? Ja, dat... In dit land dan tenminste. Ja, dat is zo. Maar ja, die zeggen ze, mensen worden vaker worden door de mensen gezegd. Ja, die moet tijd meegaan, dit en dat. En dat ik vind de oude tijd nog veel beter dat wat de nieuwe mensen doen eigenlijk. Als jij nou een van je kids gewoon met een biertje betrapte vroeger, wat deed je dan? Ja, dat vond ik niet goed natuurlijk. Maar hoe loste je dat op? Ging je straf geven? Ging je het uitleggen? Wat ging je doen? Uitleggen. Heeft het nut gehad? Ik weet niet of het dat geholpen heeft. Een kind kan bijvoorbeeld ook, zou bijvoorbeeld zijn ouders terecht kunnen wijzen als hij maar 8, 9 jaar. Maar hij weet wel op school wat alcohol doet en wat voor fouten kan doen. Ja, als hij zijn vader dronken thuis ziet komen. Ja, dan weet hij ook niet wat er gebeurt, wat het is. En als hij dan goed voorgelicht is, kan hij misschien zelfs zijn vader nog van joh, ik wil niet, of je moet niet zoveel drinken. En nu de expositie bij Galerie Mansion. Ik ben Maurice, ik ben beeldend kunstenaar. We staan hier in de Mansion Gallery. Dat is de gallery die ik bezit, samen met Roman van As. We staan hier bij een van mijn kunstwerken, The Path of Life. The Path of Life ben ik 1,5 jaar geleden mee begonnen. En het is nog steeds in proces. Ik ben Roan van As. Ik ken Maurice van Maurice Tot van de Kunstacademie. Maurice Tot woont hier en we zijn uiteindelijk samen een expositie gaan doen hier zo. We hebben er maanden aan gewerkt. We hebben overal aan gedacht. Professionele verlichting. We hebben het helemaal goed willen aanpakken, zeg maar. In deze toch wel crappy ruimte, om het zo maar te zeggen.
Ik weet dat ik op een gegeven moment het idee had om driedimensionale kunst te maken. Dat vond ik interessant. Driedimensionale schilderijen ook. Ja, toen kwam ik al snel bij een piramide terecht. Dus toen heb ik een binnenste buitenpiramide gemaakt. Dat is de Part of Life geworden. Ik noem het Car Road. Maar je zou het ook On The Road kunnen noemen. Die stoel had ik op straat gevonden. Dat is een luie stoel. En op een gegeven moment was ik mijn camera aan het opruimen. En toen merkte ik dat die dus piepte. Dat zouden dus meeuwen kunnen zijn. En wat vind je van het kunstwerk? Ik vind het heel leuk. Ik vind die vogeltjes heel leuk. Het geeft wel zo echt dat vrije gevoel. Bro. Ja, ik vind het wel leuk. Daar heb ik mee gewonnen, eerste prijs. Ik ben gelijk de hele zomer naar China en Vietnam gegaan. Vandaag is de laatste keer. Het was de eerste keer tijdens Art Rotterdam en de tweede keer tijdens Museumnacht Rotterdam. We hebben een website, dat is www.mansioningallery.nl. Vijf minuten douchen is echt genoeg om je haar te wassen en alles te wassen. We staan bij de Schiedamseweg en we willen weten hoe gaan de mensen morgen en Koningin de Dag vieren? Ik zou niet weten, ik heb nog geen planning. Nee? Nee. Dat weet ik nog niet. Ik thuis. Ja, of in ziekenhuis. Ik heb nog geen idee. Ik heb verschillende feestjes in Amsterdam en Rotterdam, dus ik moet nog kiezen. Thuis bij de meis. Dat is lekker rustig. Geen massa. Ja, zoals elke keer. Nou, met de koningin daaraan ging dan wel eens de stad in met mijn vriendin. Maar je wordt een dagje ouder en je zit ook graag in de stoel. Dus dat komt nou goed van pas. Ik vier geen koninginnedag. Nee, gewoon thuis zitten. Lekker rustig, gewoon thuis. Wat ik elke jaar doe. Ik denk alle koningendag is elk jaar hetzelfde. Het is gewoon feest. Dan doe je gewoon elk jaar hetzelfde. Drinken, verschillende steden gaan. Kijken hoe het daar is. Elke stad heeft zijn eigen koningendag. Dus het is gewoon verschillend. Maar ja, het is altijd hetzelfde. Dus dat. Ik denk even kijken voor tv naar het koningsverhaal. Ik ook. Ja? En televisie kijken. Dat is bij ons altijd een feestdag geweest vanwege dat mijn moeder jarig was. Ja. Ja. De koningin was met haar jarig hoor. Koningin Juliana. Dat was 3 jaar jonger. Ja. Dat is bij ons altijd feest geweest. Bent u blij met de nieuwe koning? Ik ben blij. Ik ben heel erg koningsgezind. En ik ben een buitenlander hè. Oh ja, kom maar. Waar komt u vandaan? Ja, Joegoslavië. Maar ik ben gek op koninklijk huis. En waarom? Waarom weet ik niet. Ik vind het zo lieve, oprechte mensen. Ja, ik weet niet. Ik zie ze ontzettend graag. Waar ga je stappen? Hier in Rotterdam, Stadhuisplein. Klein beetje, ja. Mijn zoon en dochtertje wel, maar ik werk. Ga je naar Amsterdam liever? Misschien. Ja. Waarom? Ja, het ligt eraan waar de meeste van mijn vrienden heen gaan. Maar gaat u hier helemaal in oranje zijn? Ja. En christen.
mijn broertje gaat zingen met school voor Koninginnedag, dus ik ga mee. Nee, je gaat vieren dan. Hij gaat toch mee, dat is toch vieren? Dus je krijgt. Ik vind het goed. Ja, altijd goed. Ik ben blij. Bijvoorbeeld, ik denk 1890, laatste koning, toch? Een man. Bijvoorbeeld, Alexander 113 jaar later één koning, toch? Komt allen naar de sportdag in Delfshaven. Goeiedag heren, kunnen jullie je voorstellen? Ja, ik ben Gertje Klop, projectleider van Dynamisch Delfshaven. Mijn naam is Arnoud van Amersfoort, ook werkzaam bij Dynamisch Delfshaven als beweegcoördinator. En nu staat er iets heel spannends te gebeuren, heb ik me laten vertellen. Ja, inderdaad. Wij gaan op 7 mei gaan wij in Melangte Matenesse, in de school van binnen Delfshaven, gaan wij een sport- en gezondheidsmarkt organiseren. Die begint om 12:30, duurt tot 4:00. Inwoners kunnen daar deelnemen aan een fittest. Dus kan je checken zeg maar, hoe fit je bent en je krijgt, na afloop krijg je een beweegadvies. Er zijn diverse workshops en er zijn diverse voorlichtingen. Mijn collega die zal aanvullen met specifieke dingen. Graag. Nou, de workshops bestaan uit onder andere tai chi, tennis, zumba. En daar kunnen de inwoners van Delfshaven, de bezoekers van de sport- en gezondheidsmarkt, aan deelnemen. Daarnaast hebben we voorlichting over voeding, beweging, een gezonde leefstijl, een stukje psychosociaal. Dus er is van alles te doen. Als ik koning was, nou, dan zou ik het wel weten. Mevrouw, als u de nieuwe koning van Nederland zou zijn, wat zou u dan willen? Nou, als ik de nieuwe koning van Nederland was, dan zou ik het wel weten. Dan zou ik wensen dat de mensen minder vlees gingen eten. En waarom is dat? Ja, dat is heel goed voor de dieren, voor het milieu en ook voor de mensen. Ik denk die jackpot. Die jackpot? Die jackpot van wat? Postcode loterij, lotto. Wat zou u doen als u de nieuwe koning van Nederland was? Ik zou iedereen een poes geven. Een poes? En waarom is dat? Omdat ik hier een poes zie. Hou je van poezen? Ja. Hoezo dan? Omdat ik jou leuk zie. Ik zit hier met een kat die alles nazegt. Dat is toch niet normaal? Ik zit hier met een kat die alles nazegt. Dat is toch niet normaal? Van wie is dat spelletje? Wie is dat spelletje? Is het spelletje van jou? Een spelletje van jou? Nee. Waarom doet hij dat? Weet ik niet. Ik zou gaan voor de wereldvrede. Ik zou zorgen dat iedereen schoon drinkwater had. Dat er geen armoede was. Iedereen te eten. En ik zou genoegen nemen met minder salaris als nieuwe koning van Nederland. En wat zou u met al dat geld doen dan? Kijk! Nou, dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Afschaffing van de monarchie. Oh, sorry. Nou ja, goed, ik vind het een heel mooi initiatief. Dat er wordt vlees uitgedeeld. Tenminste, vega vlees, hamburgers, vega hamburgers. Om mensen... nou ja, te laten proeven dat het weinig verschil heeft, echt vlees en vegetarisch vlees. Dus hoe meer mensen vegetarisch vlees gaan eten, ja, hoe beter het is voor iedereen. Nou, als ik de nieuwe koning van Nederland was, dan zou ik het wel weten. Anders levert het vlees op. Ga stil achter een muurtje staan of verstop je bij die boom. Eet onopvallend een banaan.
Nou, als ik de nieuwe koning van Nederland was, dan zou ik het wel weten. Iedereen voor je buigt? Ja. Hallo, hoe heet je? Fatima. Als jij koningin van Nederland was, wat zou jij dan wensen? Dat ik elke dag kon zwemmen. Hou je van zwemmen? Heel graag. Hallo Rosini. Als jij de koningin van Nederland was, wat zou je dan wensen? Om voor chocolade. Wat? Chocolade, ijs, snoep, geld, ijs en snoep en nog eens chocolade. Aspasia. Koningin Aspasia. Wat zou u wensen als u de koningin was? Een kauwgomballen zwembad met allemaal kauwgomballen en zo'n lekkere zwembad met toffees erin gesmolten. En als jacuzzi zou ik een ballenbak doen met heel veel geld erin verstopt. Geld, geld en geld. En kauwgom. En chocola en ijs. En cola. En chips. En geld, ja. Vooral kauwgom. In de speeltuin een achtbaan. Een pretpark ervan maken dus. Als jij de nieuwe prins Willem-Alexander van Nederland was, koning van Nederland, wat zou jij dan wensen? Dan zou ik wensen dat in de speeltuin een spookhuis was. Een spookhuis? Ja. Ik dacht dat jij niet van spookhuizen hield. Jawel. Wel? Ja. Oh, nieuwe koning van Nederland. Vertel het eens. Wat zou jij wensen als jij de nieuwe koning van Nederland was? Dat ik dat hier een springkussen was. Als jij de nieuwe koning van Nederland was, wat zou je dan wensen? Ja, Koningendag. Koningdag, ja? Jij bent de nieuwe koning. Jij mag wensen of toveren. Wat zou je wensen? Ik kom hier en dan ik help de kinderen van de Koningendag fest. Oké, dat zou jij doen als jij koning was? Misschien ik werken. Dit vandaag, de Koningendag. Mijn heer, u ziet er koninklijk uit. Dank u wel. Als u de nieuwe koning van Nederland zou zijn, wat zou u dan wensen voor dit land? Iedereen een goede snor, ook de dames. De dames, jawel. Lijk ik op Maxima of Beatrix? Ja, alleen het jaar even kleuren. Beatrix, hè? Of Maxima? Nee, ik ben knapper, toch? Ja? Hartelijk dank voor het kijken naar Signac Delfshaven. Graag tot de volgende keer.